Ja, het was zo dat Pieter wie volgens mij blesseerd en die kreeg dat net weer van elkaar. En toen hebben we Auken vragen. We hebben trouwens een heel soort vragen. De woonen die hier, alleen nog Auken woon. Nou, en die, dat pakte heel goed uit. Die heeft het heel goed in. Stien is volgens mij weer de eerste keer dat er mooi keerst. Dat zou ik kennen. Ik denk dat we ja, nooit de eerste vier wedstrijden zullen dat West hebben. Ja. En ja, gelijk de PC mooi winnen. Ja, dat, ik weet niet hoe volste overwinning dat wie. Ik denk dat we nog net zo volle woon hier daarvoor, maar dat ken ik me al niet meer herinneren. De rest wordt Jimmy Zoon, ik heb hem wel aardig ongepakt altijd. Ja, zaken en ik. Hè. Net alleen ik, maar. Nou, dat hebben we soms wel eens wat te hut. We zijn wel eens wat te hut in de West, maar dat vond hij blijkbaar op zich wel oké. Want later ben we uit me gegaan en toen had er dus de nooit wegvregen. Dus ja, op zich konden we het goed opzetten. Alleen ja, dat hier wel eens wat minder kent, maar ja, zag je het. Ja, maar het was wel een keertje die het misschien ook wel nodig hier. Zeker, maar hij was natuurlijk heel jong, en, maar ontzettend talentvol. En ja, als just. Hoe die dat ernaar kan je dienen. Nou, ik vind het nog steeds een van de allerbeste keertjes die we horen hebben. He? Dus een beetje van het kaliber tunnelschuurder bijna wel. Is het mooi om mooi zo'n perk te keertsen, maar zaken met Auken? Nou ja, maar zaken sowieso natuurlijk, dat wie ik wend. En maar mooi links en een rugse en van dat niveau, ja. Ik moet wel zeggen, zijn naam in het uitslaan gewoon een hoop risico. Dus ze maken ik best wel een hoop fouten. Als opslagen maken ze ook een soort risico. Ja, nou, als het maar zulke perkspielers dat het shirt als toch vaak heel soort op jouw glieken en zoals glieken moest opslaan. En, dus toen bij mij altijd wel druk op. Dat vond ik mooi. Ja, op zoals glieken wie ik altijd best wel redelijk goed. Ik hier toevallig mooi Germ Epen, maar die wie vroeger altijd mooi is mooi. Zoals glieken en hier staat altijd een goeie en daarna sloeg hem altijd buiten. Dus, dat wie altijd zo. En al je groot feest in de kroeg volgens mij. Ja, het was voor mijn hele ruinderige PC, dat kan ik me nog herinneren. En daarna feest in de kroeg, dat was de twaalfde keer in principe al. Dus we in Alpraat, naar het Zakenkoning, werd een soort, werden we dan heen met Jerik houden. En, maar nou waar ik het. En je letter weer hem weer. Ja, is dat zo? Ja? Ja, 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 weer ja. Ja. Ja, toen we het heel mooi waren, weet ik nog wel. Nou, dan hinderen ze straks hoor. Gewoon min Belsum. Maar de huldiging, dan sloeg het hinder op al. Ja, want toen waren Auken koning. Eindelijk weer een koning in Belsum, een PC-koning. Ja, ik weet nog dat ik het minste aantal stem hier van de koningscommissie. Maar ik wil niet minst doen. Dus de verwachting, eigenlijk de verwachting en meer van mij dat ik het weer wilde zoeken. Maar het was hartstikke terecht, ja. Hij had hartstikke dik verzinnen, Auken, dus daar ben ik hartstikke blij mee. En nou, Johan heeft een soort verkeerdse, dus een soort verkeerdse, vooral maar de jeugd hier, de trainingsgroepen en echt een soort met tunnel die, hè? Ja, dat heb ik het zien hierin. Ik doe dat nou niet mee, hè? Maar we hebben het zien hier lang een keertskwallen hoor, van ben van Uitarm om jou en toen ik van heel Friesland. En dat is nou alleen nog voor de armers. Want ja. Dan houdt die op en die op. Ja, dan steed je er op een gegeven moment alleen nog voor. Ja, dat gaat net. Je stift volgens mij een paar van die jongens nou hier bij de haardklasse. Ja, Pieter Jaan komt er uit waar. In principe hebben wij Tjesse ik ontdekt. Hè. Tjesse, toen Tjesse erbij kwam, kon Tjesse net opslaan. En die hebben we bij de keertskallen. Dillen hebben wij ontdekt. Dus er zijn wel heel veel talenten bij ons uitkomen. Is het dan mooi te zien hoe ze je nou keertsen? Vooral de, ja, Pieter Jaan dan. En Tjesse natuurlijk ik al jaren. Ja, nou ja, Tjesse is natuurlijk al redelijk gearriveerd. Nou, Pieter Jan is natuurlijk een van de mooiste keertjes die er op het veld is. Ja, hij heeft nou een pech dat hij eruit zet. Maar dat komt wel weer goed, dat komt wel weer in de maten. Dus, maar nee, prachtige keertjes. Snel in de waanzin naar de PC. Ik weet je hem houdt, dus zo'n oorlijke tieren zo'n altijd op het veld? Ja, ik net. Nee, ik fietste vanuit Haas naar Frenzied en dan... Ja, ik denk dat ik wel jou wat ziende ben. Ik heb voor het eerst weer zit plakken, dus hier kijk ik nooit onvrede, maar ik heb ze nou weer. Dus ik ging erin. Wel een bijzonder dag. Zaken Auken kom ik? Weet ik niet. Ik zie zaken één keer per jaar en dat is maar de PC. Dus ik neem aan dat hij er nou weer is. Ja. En Auken weet ik niet. Maar is er een mooie dag van?